de samenvatting van gisteren en van vandaag zijn drie dingen behandeld. Ja. De omgevingsvisie. Ja. Wat is daar nu uitgekomen eigenlijk? Nou, we hebben wel drie hele belangrijke brokken met elkaar vastgesteld. Dat betekent dat we nu de kaders hebben vastgesteld waarbinnen de ruimtelijke ontwikkelingen van onze gemeente vorm kan gaan krijgen. En er komt een hele nieuwe wet aan. En die hele nieuwe wet is voor mensen die initiatieven willen ontplooien echt een leidraad. En wat wij nu zeggen tegen initiatiefnemers, binnen de gemeente Stichtse Vecht kan u dat binnen deze kaders gaan doen. Dus het geeft zekerheid aan mensen die nieuwe initiatieven willen ontplooien. Want deze raad heeft nu aangegeven, binnen deze kaders mag het bij ons. Dus dat is een belangrijke brokwerk. Het enige moet je toch binnengehaald. Het tweede dat binnengehaald is met raadbrede steun, is dan toch die actualisatie van die woonvisie. Ja. Dat is wel een mooi resultaat. Ja, dus zeker een mooi resultaat. Want er is door veel raadsleden gezegd, het tekort aan woningen, de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, die is heel groot. En we hebben nu dus gewoon een heel mooie onderlegger voor iedereen die woningen wil bouwen. Dat zijn woningcorporaties, maar ook beleggers en ontwikkelaars. Die kunnen nu gewoon dat boekje openslaan en zeggen, als wij hier iets willen bouwen, dan zijn dit de regels waaraan wij moeten voldoen. Ja, goed nieuws voor Stichtse Vecht. En dan hebben we nog de huisvestingsverordening en daar was ook raadsbrede steun voor. Zeker, ja. Dus uiteindelijk... We hebben hard gewerkt. Heeft iedereen elkaar toch alweer gevonden. Ja. En de motie van de Haaslinger kwam er ook net door. Ja. En we zien wel belangrijke politieke verschuivingen, want je kunt ineens zo met drie partijen nu de meerderheid halen. Ja, we merken dus dat door de fractie van Lokaal Liberaal met twee leden is uitgebreid, dat je inderdaad andere meerderheden kunt maken. En ik zie ook een redelijke ontspanning als het gaat over coalitie en oppositie. En we zien dat heel vaak coalitiepartijen een deel voor en een deel tegen is. Dus ik zie wel een hele volwassen democratie hier in Stichtse Vecht tot stand komen. Ja. Wat mij dan nog zou helpen is dat we dat net iets ordelijker zouden doen, zodat ook bewoners het via uw RTV Stichtse Vecht wat makkelijker kunnen volgen. Ja, misschien want wel iets het is voor best lastig. Voor de volgende keer. Na maar de zomer. Sprongetje naar volgende week. Nou, je volgende week nog de kadernota. Nou, heb ik maar laten vertellen dat dat ook nog wel een stevige vergadering wordt. Ja. Worden dat ook twee dagen? Zou zomaar kunnen. Ja, zou en zomaar dat heeft kunnen. Te maken met het feit dat wij wel 4 miljoen, wij of jullie 4 miljoen moeten vinden om te bezuinigen. Ja, ja, en er is een heel pakket aan maatregelen voorgesteld. Maar daar moet de raad een keuze uit maken. En ja, daar kijken verschillende raadsfracties heel verschillend naar. Maar het is uiteindelijk wel de raad die de afweging moet maken. Dit doen we wel en dit doen we niet. En dat is een pijnlijke knoop die echt moet worden doorgehakt. Ja, dus linksom en rechtsom dat kader gaat te komen. Uiteindelijk moet dat, want anders kunnen we geen begroting maken voor volgend jaar. Ja. Dus het moet gebeuren, maar er zal nog wel wat water door de vecht stromen voordat we zover zijn. Dus uiterlijk woensdag 4 juli is dat kader er. Ja, ik hoop dat we dinsdag klaarmaken. Maar als het niet lukt, dan is het uiterlijk woensdag en dan wordt het hier ook zomervakantie. Ja, ja. Nou, dan gaan we daar niet doen. We gaan in ieder geval volgende week weer zien. Zeker, ja. En dan gaan we hier weer afsluiten. Tot dan. Ja. Zeker, dag. En we vonden het erg leuk dat u keek. Het was een beetje een roerige vergadering, heeft u ook van de burgemeester gehoord. We gaan u zeker volgende week terugzien bij Rondom Raad. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.